Tobias en Rochelle. Het is vrijdag 19 juni 2015. En van harte welkom, lieve Rochelle en Tobias. Heel veel liefs van ons allen. En alvast van harte gefeliciteerd. Het is een eer om hier te staan op de verlovingsavond van Tobias en Rochelle. Voordat ik de ringen dadelijk ga overhandigen, heb ik een vraag aan jullie beiden. Jullie hadden twee namen. Jij had de lach. Jij had het haar. Vandaar ook dat jij Rochelle Kos en jij Tobias. Ja, waanzinnig. Nu gaan we over naar de ring. Rochelle, zou jij de ring willen... Of welke ring is van wie? Wil ik wel weten dat het wel de goede is. Tobias, zou jij deze ring willen overhandigen aan Rochelle? Aan de vinger uiteraard. Ja, om de vinger onder. Tobias, met jouw ring wil ik nog even wat uitproberen. We gaan naar 1, let goed op. 2, 3, en laat los. Oh jee. Als het goed is, moet jij de ring om je vinger hebben. Klopt dat of niet? Nee? Als dat fout gaat, dan heb ik de ring om mijn vinger. Dan zijn wij verloofd. Nee, Rochelle, jij mag deze ring om Tobias doen. Ik zou zeggen, geef elkaar een dikke zoen en ik wens jullie veel liefde en geluk. Dank jullie wel. Dank je. Lieve Tobias, van harte gefeliciteerd. Vanaf nu zijn wij als stel gelanceerd. Wij gaan heerlijk genieten van elkaar en ook de taal staat voor ons klaar. Venus, Rochelle. Als ik dan naar jou kijk, zie je er zo schattig uit. En ben jij voor mij het lekkerste stukje fruit. Jij bent mijn liefste en mooiste vrouw. Daarom mag ik jou vanaf nu in eeuwige trouw. Eerst was het jouw beste. Samen naar Island. Leuk toch? Dames en heren, dan gaat het moment nu gebeuren dat wij overgaan tot de taart. Saying I love
love you. Not to say, but if you only knew how easy it will be to show me how you feel. That you love me, 'cause I already know. Ik dans, 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 ik